welkom bij deze nieuwe Spanje vlog. Het is weer een nieuwe dag. Het is nu 11:30. Ik ben al wel eventjes wakker. Wat heb ik deze ochtend gedaan? Zoals je kunt zien ben ik al helemaal opgemaakt en klaargemaakt. Ik heb vanochtend een andere vlog geëdit. Dat is nou echt mijn routine. Dat doe ik dus elke ochtend. Want dan ben ik er ook gewoon vanaf. En ik heb een hele video gefilmd over deze make-up look. En die staat al online op mijn kanaal. Dus mocht je willen weten wat mijn everyday look is hier in Spanje. De video staat al online. En vandaag ben ik weer terug met gewoon een normale vlog. Vandaag is een leuke dag. Want ik ga vandaag eindelijk naar Sephora. Eindelijk. Ik wil al zo lang naar Sephora. En nou ga ik eindelijk. Ik ga niet alleen maar naar Sephora. Ik ga ook gewoon naar andere winkels. Ik maak er gewoon een beetje een winkeldag van. Ook, ik heb jullie in vlog 2 volgens mij verteld dat ik dus geen internet hier heb in huis. Alleen maar mijn hotspot. En dat het super lang duurt om een YouTube video up te loaden. Dus ik heb een aantal vlogs nou klaarstaan. Die moeten online komen. Eentje al morgen. Dus ik ga vandaag ook, voordat ik naar Sephora ga en zo, naar het winkelcentrum. En dan ga ik daar op de wifi. En dan hoop ik dat ik daar gewoon mijn vlogs sneller kan uploaden. Als dat niet werkt, dan heb ik een klein beetje een probleempje. Dus ja, want als ik het hier doe via mijn hotspot, is het 3 uur per video. Dus 3 uur uploadtijd per video. Ja, ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Dus ik hoop gewoon dat ik het gewoon daar kan gaan doen en het gewoon lukt. Maar daar komen we dus zo meteen achter. Ik ga ook niet ontbijten hier. Ik heb sowieso niet echt meer hier iets in huis. Ik moet ook even een klein boodschapje doen. En ja, dan ga ik denk ik ook gewoon gelijk buiten lunchen en zo. Dat is dus een beetje de planning voor vandaag. En ik neem jullie weer gewoon gezellig mee. En we gaan ook gewoon gelijk nu vertrekken. Ik ga me aankleden. En dan gaan we op zoek naar wifi. Oké. Klein groot probleempje. Mijn camera gaat er niet meer aan. Hij gaat wel aan, maar hij doet niks meer. Dus ja, ik heb hem nou gewoon hier even liggen. En ik dacht, ja, nou dan ga ik gewoon even die make-up video die ik vanochtend heb gemaakt editen. En dan als ik straks naar het winkelcentrum ga op de wifi, kan ik die ook gelijk uploaden. En dan hoef ik maar 1 keer te gaan om gelijk 4 video's up te loaden. En dan ben ik daar gelijk vanaf. Maar ja, dit is wel een beetje een probleempje, want mijn camera wil het gewoon niet meer doen. En ik heb geen zin om te vloggen met mijn phone, want A, die kwaliteit is slechter. En B, mijn phone is echt vervelend. Ik ben dus nou even gewoon die make-up look video aan het editen. Maar ik weet niet wat er aan de hand is met mijn camera. Kijk, ik doe hem aan. Nou is hij aan, zoals je ziet. Maar er gebeurt niks. Het is gewoon helemaal een zwart beeld. Zeg maar, hij filmt niks. Ik zou nu gewoon iets moeten zien. Dit is zo raar. En de lens gaat ook niet naar binnen. Kijk, als ik hem uitdoe, dan moet dit stukje van de lens, zeg maar dit stuk hier, die uitsteekt, die moet naar binnen toe gaan. En dat doet hij ook niet. Dus wat de F is er aan de hand, jongens? Je gaat niet zeggen dat hij precies nu kapot gaat. Oh, ik hoop gewoon dat hij gewoon zo meteen weer gewoon magisch het gewoon weer doet. Want ik heb echt al op alles gedrukt en ik snap het niet. A few moments later. Oh my gosh, hij doet het weer. Ik heb gewoon de hele batterij eruit gehaald en nou doet hij het weer. Dit was weer even een stressmomentje, maar we kunnen weer aan de gang, jongens. Ik ga nog wel alsnog, denk ik, mijn video nu editen. Want dan kan ik gewoon gelijk die ook gaan uploaden daar op de wifi. Dus deze ga ik eventjes afmaken. Ik heb dit wel gedaan binnen een uur. En dan vertrekken we. Nou, dat was even een kort oponthoud. Het is nu 1:15. Ik ben klaar met het editen van de make-up video. Dus die kan ik dan zometeen ook gelijk met de wifi uploaden. Ik heb ook de was gedaan. Dus ja, ondanks dat het niet de planning was, heb ik er wel het beste van gemaakt. En heb ik nog wel echt een heleboel dingen kunnen doen. Nu kunnen we dus eindelijk gaan vertrekken. Ik ga jullie eventjes laten zien wat ik aan heb. Nou, dit is dan de look van vandaag. Een volledige zwarte outfit. Deze bodysuit shirt is van Shein. Deze broek is van de Zara. Deze slippertjes zijn van de Primark. En deze tas weer is van de Kruidvat. Ik hoop dat mijn laptop hierin past. Want die moet dus mee. Die moet ik nou gaan meesleuren. Deze kettingen zijn ook echt heel leuk. Zijn ook gewoon van Shein. Supergoed. Nee, zijn niet van Shein. Ze zijn van Zaful. Deze heb ik van Zaful. Deze had ik ook laten zien in mijn Zaful haul. Dus gisteravond had ik een hele witte outfit aan. En vandaag een hele zwarte. I love deze outfit. Ook dit broekje. Dit broekje heb ik ook in het wit. Superleuk broekje. Alleen die is wel van de Zara van afgelopen jaar. Dus ik weet niet of hij er nog is. Let's go! Het is me niet gelukt om de laptop hierin te doen. Dus ik heb gewoon deze hele strandtas meegenomen alleen voor de laptop. Oké, ik zit in de auto. Ik ga dus naar het winkelcentrum waar ik in vlog 1, dag 1 video ook ben geweest. Daar ga ik dus heen voor de wifi voor mijn laptop. En dan ga ik ook gelijk een klein boodschapje doen. Want ik heb niks meer in huis. En daar ben ik weer. Het is nu weekend, dus misschien is het nou iets drukker. Oké, ik ga even op zoek naar een plek waar ik misschien even iets kan eten. En dan kan ik ook gelijk daar even kijken
of mijn video's kunnen uploaden. Okay, ik ben gewoon eventjes hier gaan chillen. Ik heb smoothie besteld, croissant met chocola. En nou even zien of ik mijn video's kan uploaden. Ik hoop het wel. Nou, op de wifi hier wil het ook niet echt lukken. 1% geüpload in like kwartier. Mensen, wat is het een drama om YouTube-video's up te loaden? Je hebt echt de snelste van de snelste internet nodig hiervoor. Echt op mijn hotspot was het nog sneller dan hier op de wifi. Dus ja, ik weet nou niet hoe ik dit ga doen. Nou, winkelcentrum wifi wordt hem ook niet. Oh, ik hoopte zo dat dit gewoon zou lukken. Ik heb op Instagram gevraagd of iemand weet waar goede gratis wifi spots zijn. En iemand zei ook McDonald's en zo. Dus misschien dat ik gewoon even naar de Mac ga. Ik moet ook zeggen dat ik wel vaker mensen met een laptop zie bij de Mac en zo. Dus misschien is die beter. Winkelcentrum is ook wel heel groot en zo. Dus misschien in een iets kleinere plek beter. Mijn moeder zou ook graag gewoon naar een restaurant. Misschien is daar goede wifi. Dus ja, Sephora gaat nog even moeten wachten vandaag. Ik ga vandaag op een wifi zoektocht. Of misschien in een hotel, maar word ik dan weggestuurd? Oké, ik ben bij de McDonald's. Ik ga het hier proberen. Mensen, ik ben in die McDonald's. En als het goed is, gaat het nu wel lukken. Wel een half uur, maar ja, whatever. Ik hoop gewoon dat het nu wel lukt. Oh, 48 minuten voor maar één video. Ja, nee, dit gaat ook echt te lang duren, jongens. 20 minutes later. Ik ben nou gewoon gaan parkeren bij de boulevard. En ik ga nou gewoon hier wandelen en op zoek. En misschien vind ik iets, misschien niet. I don't know. Ik kan echt zien dat het nou weekend is, want het is hier zo druk. Normaal is het hier overdag echt helemaal niet druk. Ik weet niet echt precies waar ik nou heen ga of whatever. Maar ik ben ook echt een beetje moe nu. En ik zie wel. Oké, mensen, ik ben nu in Mac Café. En nu is het uploaden wel gelukt, wacht ik. Maar ik moet wel een uur wachten. Nou, een uur valt nog mee. Mensen, dit is wel een beetje annoying. Maar het is een uur wachten waard. Als ik dan gelijk kijken vier video's kan uploaden. Het is nu zaterdag. En dan heb ik genoeg content tot de volgende week zaterdag. Dan hoef ik een week niet meer druk te maken over video's uploaden. Ik ben wel blij dat ik nou een plek heb gevonden waar het soort van is gelukt. Want ik begon wel te merken aan mezelf dat mijn humeur er een beetje op achteruit ging. En ik wil nog naar Sephora vragen. Elke keer als ik naar Sephora wil gaan, gebeurt er iets. Maar goed, ik ga gewoon een uur wachten en dan hoop ik dat mijn humeur iets beter is. Mensen, ik zit hier al een half uur en ik heb nog zeker een half uur, drie kwartier te gaan. Oh my gosh. 2 hours later. 2 uur later. 2 uur. Ik heb honger. Ik ga eten. Ik zit eindelijk in een restaurant. Dit was echt stressvol. Het heeft nog helemaal uitgeput. Het is nu 4:15 en ik ben al in de weer met dit vanaf 1 uur. Oh, dit heeft me zoveel tijd gekost. En ook 2 uur. Ik heb 2 uur in de McDonald's gezeten om up te loaden. Beter kijken jullie al mijn video's. En nu heb ik echt honger. Ik heb spaghetti besteld. Komt er zo aan. Ik wil nog wel naar Sephora toe. Maar ik heb net online opgezocht. Die is wel gewoon open tot 10 uur. Dus ik kan nog gaan. Dus ja, ik ga zo even kijken als ik heb gegeten. Because I'm hangry. Als ik niks heb gegeten, dan is mijn humeur ook echt slecht en is mijn energie laag. Mijn eten is er weer. Pasta. I love it. Jullie gaan nooit geloven wat er nu weer is gebeurd. Ik weet niet wat het is vandaag, maar alles gaat mis. Ik maak mijn AirPods hoesje dingetje open. Geen AirPods. Ik ben gewoon mijn oortjes kwijtgeraakt. Mijn fucking 100 euro AirPod oortjes. Ik had ze voor het laatst daar in de Mac. Ik ben teruggegaan, maar ze zijn weg. Ik heb ook die vrouw gevraagd die daar zat. Die wist ook niet. Dus nou moet ik weer voor 100 euro opnieuw oortjes halen. En ik gebruik ze echt veel. Dus ik moet ze ook echt hebben. Vooral als je alleen bent is het heel fijn om ze in te hebben als je belt. Of in een video buiten bekijkt of whatever. Dus jongens, echt vandaag alles gaat mis. Mijn humeur was al niet heel goed en nu is hij nog slechter. Waar kan ik ze überhaupt halen hier? Sephora gaat vandaag niet meer worden. Ik moet nu weer hierna weer op zoek naar waar ik AirPods kan halen. Jongens, ik ga 10 minuten lopen naar de Apple winkel. De girl had geen zin om 10 minuten te moeten lopen in de hitte. En ik ben ook mijn hele computer aan het meesleuren en alles. Dus ik heb mijn auto gepakt en het is 8 minuten rijden daarheen. Ik ga vast weer geen parkeerplaats vinden, maar whatever. Weer helemaal naar daar voor AirPods. Oh jongens, deze vlog wordt alleen maar chagrijnigheid en geklaag. Dit soort dagen moet je ook gewoon hebben. Mensen, echt, I'm gonna lose my shit. De parkeergarage waar ik moet zijn, alles is afgesloten door een of ander feest wat hier is. En nou weet ik niet hoe ik daar kom. Wajo! Vandaag wordt echt mijn geduld echt getest. Gewoon echt. Ik wil gewoon naar huis eigenlijk gewoon. A few moments later.
Ik ben thuis. Jongens, ik ben naar huis gegaan. Ik handle het gewoon niet meer. Oh my gosh, die winkel was ook vlakbij Sephora. Ik dacht, nou, dan ga ik in de parkeergarage bij Sephora daar staan. Maar het is gewoon te druk. Het is zaterdag. Het is te druk. Het is te heet. 34 graden. En er is weer een of ander groot feest. Waardoor letterlijk elke weg naar die garage was afgesloten. En ik was er gewoon al 20 minuten aan het rondrijden. En ik dacht, weet je wat? I'm just gonna take my loss vandaag. Het is pas 6:30. En ik ga echt vandaag niks meer doen. Morgen weer een nieuwe dag. Dan is het ook hopelijk wat minder druk. Want dan is het zondag. En dan ga ik eindelijk proberen naar Sephora te gaan. En dan ook naar die Apple winkel om nieuwe AirPods te halen. Ik baal er zo erg van. Waar zijn? Ik snap gewoon niet waar ze zijn. Ik stop ze altijd terug in de doos, in de hoesje. Maar ze zijn gewoon weg. I don't know. Dus ja, ik ga wel morgen ander halen. Ondanks dat deze hele dag helemaal misging, hoop ik toch dat jullie een beetje hebben genoten van de vlog. Dit is gewoon een hele realistische vlog. Dit soort dagen heb je ook gewoon. Ik denk niet dat ik vandaag nog iets ga doen. Ik ga gewoon even hier kalmeren in huis. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld. Je kunt gaan kijken en mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!